Jongen, dat je had gewonnen. Het was spannend, hè? Het was super spannend. Ja, ja. Je bent de opvolger van Astrid Kersenboom. Ja. Nou, dat kan je ook op je cv schrijven. Leuk. En het ging allemaal om één iemand, Willeke Alberti. Ja, ja. Samen zijn. Ja, laten we kijken. In deze tijd, ja. Wat weet je van Willeke Alberti? Je hebt nog 6 seconden. Ja, ik weet het. Pas. Rob. Samen zijn, het Songfestival. Ja! Nou, je bent de slimste mens van het seizoen. Ongelooflijk. Nummer 17. Non de ju! Ja, was je zelf net zo verbaasd? Want je hebt vriend en vijand verrast. Ja, nee. Ja. Want je hebt natuurlijk, er heerst toch een vooroordeel over jou. Ook, een snollebolleke. Ik ben feestartiest en Nederlandstalig. Ja, en, ja, gezellige, en ook de echt snollebolleke, dus de helft van Nederland. Als het kende jij helemaal niet van snollebolleke. Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Want de mensen in het feestcircuit, dus gelukkig wel. Maar als je het ook het feestcircuit. Ja, het 2 voor 12 feest. Ja, als 2 voor 12 is het wel al feest, dat klopt. Vind je het ook een leuke quiz, 2 voor 12? Ik vind het geweldig. 2 voor 12? Ja, vind ik ook leuk. Ja, slimste mensen ook natuurlijk. Ik hou zo sowieso van quizzen. Nee, maar inderdaad, mensen denken vaak bij Nederlandstalig en bij feest en helemaal, ik snap ook wel, als je die filmpjes van Snollebolk ziet, dan denk je van die jongen heeft de kamer ergens in een instelling. Maar, nou, dus bij aflevering... Hij is bekend van links naar rechts. Ja. Maar jij doet het al fout. Want jij moet van rechts naar links voor de kijker. Snap? Dus het is moeilijker als dat. Maar goed, je hebt de slimste mensen gewonnen. Nee, maar even terug, was je zelf ook verbaasd dat je won? Ja, natuurlijk. Want bij de eerste aflevering was ik super blij dat ik door was. Want de grootste angst is om 1 aflevering eruit geknikkerd te worden. Dan moest ik echt met pek en veren terug naar Best. Dat gebeurde niet. Best ligt in Brabant. Best ligt in Brabant. Oh, ja. Wat weet je van Best? Nee. Nou ja, de gaykrant is daar goed. Ja. En als je de slimste mens bent, woon je natuurlijk in Best. En dan krijg je standbeeld waarschijnlijk. Nou, maar papier-maché waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar nee, kijk, toen de finale dichterbij kwam, na de kwartfinale tegen Frank Evenblij, toen werd ik fanatiek. Juist. Want ik vind het leuk om ergens blanco in te gaan. Maar toen wilde je het ook echt. En dat is dan mijn grote kracht. Maar toen werd ik nerveus. Want toen dacht ik, ja, als je de overwinning ruikt, dan word je fanatiek. Het was natuurlijk al wat eerder opgenomen. Hoe lang heb je het geheim moeten houden? Ik heb het ongeveer een maand. Moeilijk. Ja. Ja, nee, dus was wel. Ik had de prijs had ik ook verstopt in de kelder. Dat mijn bonusdochters niet denken van, hey, wat is dit nou weer? Je bonusdochters? Ja, zeker. Oh, ja, stiefdochters. Maar dan mag en die wonen in de kelder? Maar, nee, de abort. Okay. Was in de kelder. Oh, zo'n avond hoor. Ja. We hebben met z'n allen, ik spreek ook zeer zeker namens mezelf, enorm van je genoten. Trouwens van vele afleveringen, maar ook zeer zeker van jou. Maar het misschien nog wel het meest van je overwinningsspeech. Gaan we even een stukje van zien. Oké. Ik wil een woord van dank spreken, dus iedereen die zich eigenlijk aangesproken voelt, bedankt. Ik vond het echt een avontuur om mee te doen. Ook de medekandidaat, natuurlijk Philip Maarten, hartstikke bedankt voor deze onvergetelijke ervaring. En zo zie je maar weer, lieve kinderen, al begin je met LTS Zwakstroom of gewoon een middelmatige horecaopleiding. Als je zelf gewoon lekker Wikipedia volgt en dus een keer een boek leest in plaats van allemaal appjes gaat spelen waar je geen reet aan hebt, dan kom je nog best ver als je je best doet. Proost! Ja, ik was echt... We hebben natuurlijk de speech van Baarne gehad en een prachtig gedicht... Maar dit is zo belangrijk, jongen. Dit vond ik de belangrijkste speech van de laatste tijd. Het kwam uit mijn hart. En je wilde het ook zeggen. Ik wilde het zeggen, omdat het is ook zo. Kijk, LTS Zwakstroom is een grapje. Er is ook niks mis mee. Wat heb je dan wel gedaan? Ik heb een horecaopleiding, ook een hele nette mbo-opleiding gedaan. Maar ik vind dus wel dat je dan zelf inderdaad, wat ik al zei, Wikipedia, of een keer een boek leest, of dat je eens een keer interesse hebt. Ik ben op 13 september jarig. En dan ga ik kijken en dan denk ik, hey, Frans Halsema is ook op 13 september jarig. En dan kom je weer op Vluchten kan niet meer. En dan kom je weer bij Jenny Arian. En dan kom je weer op het schaap met de 5 poten. En dan kom je weer bij Harry Banning. Ik voel het nieuwe quiz. Nee, maar snap je, dus overal zit een verhaal in. Ja. Dat vind ik mooi. En als je nou eens niet heel de tijd gaat zitten appen en TikTokken, maar eens probeert om ergens een verhaal achter te zoeken. We gaan zo met je door. Ja, want we willen er meer over weten.